Hallo, welkom bij Draadje Los, bij Draadje door de Week, aflevering 124. Ja, daar ben ik weer. Ik moest even nadenken. Even voor de nieuwe abonnees. In Draadje door de Week vertel ik altijd waar ik de afgelopen week mee bezig ben geweest. Als ik aanwinsten heb, dan laat ik die ook altijd even zien. Een vaste rubriek in Draadje door de Week is Draadje gaat vintage. Dan zoek ik een oud patroon uit een heel oud boek of een oud tijdschrift. En dat ga ik dan maken. Soms precies zoals het er staat. En soms met mijn eigen draai eraan, afhankelijk van wat het is. En welk materiaal voorhanden is. En een wat recent toegevoegde rubriek in Draadje door de Week is de tip van de week. Dan, ja, dat kan iets zijn wat ik heb gehoord. Of gelezen of gezien. Maar heel vaak is dat ook ja, een soort van mini-workshopje. Een leuke steek bijvoorbeeld die ik heb gezien. En dat is deze week aan de orde. Een leuke breisteek zag ik in een van mijn hele oude handwerktijdschriften. En dat vind ik wel leuk om, om even te laten zien. En ik besluit altijd de aflevering met aankondigen wat er de komende week nog meer op mijn kanaal te zien is. Want behalve dit draadje door de week upload ik vooral ook tutorials en andere content. Ik heb nu ook af en toe weer een paar keer een boek van de week. Dan heb ik een leuk boek wat ik even wil laten zien. Of misschien juist een heel... Ik heb ooit eens een keertje ook een heel stom boek gehad. Dat was zo'n raar boek. Het was heel oud. Ook of een jaren 70 boek. En dat was zo'n raar boek. Dat ik zoiets had van nou. Dat is ook wel eens leuk om dat te laten zien. Maar in, doorgaans zijn het gewoon boeken. Waar ik dan zelf enthousiast over ben. Maar ook tutorials. Op allerlei handwerkgebied. En dat is heel divers. Breien, haken. Vooral ook tunisch haken. Vind ik heel leuk. En dan met name niet grote stukken. Tunisch haken. Maar juist ja, blokjes die je aan elkaar haakt. Of tunisch entrelak bijvoorbeeld vind ik leuk. Maar ook allerlei andere handwerktechnieken. En dan met name ook de wat traditionelere, oudere, ambachtelijke handwerktechnieken. Die misschien ook wel een beetje in de vergetelheid aan het raken zijn. Op het ogenblik ben ik ook heel veel aan het slow stitchen. Dat is ook een beetje wat ik nu ook een beetje zit te doen. Hier vertel ik zo meteen meer over. Maar ja, van alles en nog wat. En ik heb best wel veel playlists ondertussen. Want ik hou altijd erg van het een beetje makkelijk vindbaar rubriceren. Zodat je een beetje handig in een playlist open kunt klikken. En daar dan bijvoorbeeld series in doet. In ziet. En alles wat met dat onderwerp te maken heeft. Nou, zo begint mijn kanaal al aardig voller en voller te worden. Met van alles en nog wat eigenlijk. Nou, dat doe ik altijd op de dinsdag en de donderdag. En nou ja, goed, aan het eind van deze aflevering kondig ik ook weer aan wat er aankomende dinsdag en aankomende donderdag op mijn kanaal te zien is. Die door de weekse video's, die zijn altijd om 9 uur 's morgens komen ze online. Dat is ook zonder chat. Schoon om daar te kijken en eventueel mee te doen of om je te laten inspireren. En mijn draadje door de week, waar je dus nu naar zit te kijken, die gaat op zaterdags om 7 uur 's avonds online. En die gaat dan altijd in première. En dat betekent dat als je ook echt op dat tijdstip gaat kijken, dat je dan ook kunt meechatten in de chat. Veel mensen vinden dat gezellig. Ik vind dat zelf ook heel erg leuk. En, maar dat is dus op zaterdagavond. En dat is natuurlijk niet verplicht om daar ook bij te zijn. Kijk, veel mensen vinden het leuk, maar dat hoeft natuurlijk helemaal niet. Want er zijn ook heel veel mensen die op een heel ander moment in de week dit draadje kijken. Daar ben je natuurlijk helemaal vrij in, hè? Nou, ik ga maar van start met waar ik deze week mee bezig ben geweest. En waar ik dus nu nog mee bezig ben, want een hoop dingen zijn nog niet af. Nou, jullie zien mij hier bezig aan een lapje.
En dit is, hoort bij het Slow Stitch project van Catherine Cloth Tales. Dat is een Engels kanaal met van alles en nog wat, met lapjes en dat vooral ook slow stitchen. Vaak ook met oude stokjes, vintage materialen. En zij heeft een soort week. Ze doet van alles en nog wat hoor, door de verschillende keren per week. Maar onder andere elke maandag een lapje van de week, zeg maar. Iedere keer met een thema. En daar kun je dan aan meedoen. En daar kan je dan aan het eind van het jaar, heb je dan van elke week heb je een lapje verzameld. En ja, die kan je dan vervolgens in zo'n journal doen of op een andere manier verwerken. Wat ik ermee ga doen, dat weet ik nog niet. Maar ik verzamel ze in een klein Komebukuro. Ik zal hem even laten zien als ik erbij kan. Want het ligt een beetje vol. Dat is toch altijd wel leuk even ook voor nieuwe kijkers. Dit is een Komebukuro, oftewel een Japans rijsttasje. Kan je op allerlei manieren maken. Heb ik ook tutorials van trouwens. Zo'n Komebukuro heb gemaakt. En dit is een wat kleinere. Die heb ik helemaal geregen. En daar verzamel ik dus mijn lapjes in. Die ik elke week maak. Naar aanleiding van de video's van Catherine. Nou, het zijn er al heel wat ondertussen. Als het goed is, zouden het er nu bij elkaar met deze van deze week meegerekend 29 of 30 moeten zijn. Voor de mensen die mij al kennen en elke week kijken. Hè, vorige week vertelde ik over de weekopdracht van vorige week. En dat was een soort van schoonmaakdoekje. Nou, ik vond het verhaal erachter wel heel leuk, want ik ging wat informatie zoeken. En het verhaal vond ik wel heel leuk. Maar ik heb toch besloten om hem niet te maken. Want ik vond het niet leuk om te doen. Dus ik dacht, nee, die laat ik even aan me voorbij gaan. En ik had van een genaaid blad, gedroogd blad, had ik er 2 gemaakt in plaats van 1. Ik denk, nou, als ik die er nou allebei in doe, dan heb ik toch voor elke week een lapje aan het eind van het jaar. En dan sla ik dat schoonmaakdoekje over. Ik heb al eerder ook een ander onderwerp, had ik ook overgeslagen. Heb ik ook iets anders voor in de plaats gedaan. Want daar ben je natuurlijk op zich vrij in. Maar deze week sprak de opdracht me wel heel erg aan. Was namelijk het thema mandala. En dat vind ik leuk. Ik heb daar wel wat mee. Met name dat regelmatige. Hè, dat steeds terugkerende. En techniek die daarbij hoorde was appliceren. Nou, dat ben ik hier aan het doen. Ik doe het een beetje anders dan dat zij het deed. Zij naaiden het wel met overhandse steekjes ook. Maar ze versierden het ook nog met borduurwerk. Dat ga ik niet doen, want ik gebruik in plaats van de gewone overhandse steek, de cordonsteek. Ik zal het even van dichtbij laten zien. En de cordonsteek, eigenlijk is dat ook gewoon een overhand steekje. Alleen maak je ze met naar verhouding iets dikker garen. En je werkt ze vlak tegen elkaar aan. Zodat je echt een soort van opstaand, een soort van reliefrandje krijgt. Dat is ook heel stevig. Nou, mensen die mij al wat langer volgen en misschien de tutorial van dat buideltje hebben gezien met al die nestelgaatjes die je afwerkt met dat steekje. Nou, dat steekje dus. Kijk, ik werk ze heel dicht tegen elkaar aan. En dan wordt dat heel stevig en wat dikker. En ik vind dat eigenlijk zo mooi strak, dat ik het zonde vind om daar nog allerlei lelletjes en flantuutjes aan toe te voegen. Dus dat doe ik niet. Wat ik wel ga doen, denk ik. Kijk, het is best wel even werk hoor. Want je ziet het, doordat het zo dicht tegen elkaar aan zit, ben je best wel een poos bezig. Maar ja, het is ook slow stitch, hè? Dus dat mag even duren. En ik doe ook andere dingen tussendoor. Dan pak ik het weer op. Kijk, ik vind hem aan de achterkant is het ook heel leuk. Ik heb dus eerst, ik had van papier een malletje geknipt. En dat heb ik uit lapjes geknipt. En die heb ik in de kleur garen waarmee ik die steekjes ga maken, heb ik die alvast opgeregen, zodat je geen spelden in de weg hebt. En daar ga ik dus overheen. Dat zie je straks niet meer, want daar komen die steekjes overheen. Met cordonsteekjes helemaal afwerken. Nou, je ziet het.
He, de bloem en het hart is klaar, maar dit moet allemaal nog en de hoekjes nog. Maar goed, zo, he, ik pak het zo af en toe weer even op tussen de bedrijven door. En dan doe ik weer even een stukje. En wat ik dus wel wil gaan doen, want dat lijkt me wel leuk, in het midden iets. En ik heb vrij grote pailletten. En ik wil dan zo'n paillet in het midden. Dat vind ik leuk. En dan wil ik die. Ik moet weer even opzoeken hoe het ook alweer moest. Want dan wil ik die erop naaien. Op de manier zodat ze, zoals ze dat in India ook deden met dat spiegeltjesborduurwerk. Er is een bepaalde techniek voor om dat erop te naaien. Want zo'n spiegeltje, ja, daar zitten geen gaatjes in natuurlijk. Dus je moet iets bedenken om het ja, ergens in te maken. Nou, ik ga even opzoeken hoe dat moet. En dan misschien dat ik eerst eventjes op een oefenlapje even oefen. Maar als dat nou lukt. Dan, en ik ga deze doen, dan ga ik daar de camera op zetten. Want ik denk, dat vind ik, dat is misschien wel een leuke tutorial ook. Voor, om te laten zien hoe je dat nou doet. Als je iets ergens op wil, een schijfje of zo, of een spiegeltje. Of zo'n grote paillet. Hoe doe je dat dan? Dus als dat nou lukt, dan ga ik dat even filmen ook. Maar goed, voorlopig ben ik dus nog even bezig met het ja, omnaaien zeg maar, van al die kleine geknipte lapjes. Het voordeel van zo dicht tegen elkaar is dat het dan ook niet meer rafelt. Want al die rafeltjes, die bedek je ook. En ik wilde het op deze manier doen, daar heb ik een reden voor. Want in het najaar wil ik wat meer, wat traditionele borduurtechnieken laten zien. En daar hoort ook bijvoorbeeld Engels borduurwerk bij. En dat Engels borduurwerk, dat kenmerkt zich door ook gaatjes in de stof, die je dan helemaal omwerkt met deze steek. Dus ik dacht, dan heb ik dat alvast weer eens even een beetje in de vingers. Want ja, het is op zich niet moeilijk, maar ja, je moet het wel even in de vingers hebben. Dus ik denk, nou, dan heb ik meteen ook een beetje geoefend. Ja, zodat ik dat ook netjes kan voordoen. Nou, bij Engels borduren zijn die vormpjes die je uitknipt eigenlijk altijd rond of ovaal. Of een soort van bloemblaadje. En ik snap nu ook waarom. Want deze steek is best lastig om die in hoekjes een beetje netjes te krijgen. Maar goed, het lukt. Dus kijk, het is handwerk, hè. Dus dat mag best hier en daar een oneffenheidje in zitten. Dat hoort gewoon bij handwerk. Maar ja, ik heb er veel plezier in. Ik vind het wel een leuk projectje. En dat zeg ik mandala's. Ik vind het altijd wel wat hebben. Het spreekt mij wat aan. En waarschijnlijk komt dat ook door de symmetrie die er doorgaans in zit. Dat vind ik op de een of andere manier. Vind ik dat prettig. Voel ik me daar prettig bij. Bij symmetrie. Bij iets wat steeds weer terugkomt. Ik heb daar toch een bepaalde fascinatie voor. En misschien dat ik daarom ook bijvoorbeeld patchwork zo leuk vind. Want dat is natuurlijk ook altijd hè, iets wat zich steeds herhaalt. En ja, ik weet niet, ik heb daar wat mee. Dus ik vond dit een leuke weekopdracht. Nou, je ziet het, hij is nog niet af, maar dat komt wel. Iedere keer een stukje. Ja, je hebt het afgelopen donderdag al kunnen zien. Want daar ben ik ook heel druk mee op het ogenblik. En de afgelopen week ook heel druk mee geweest. De serie Sashiko, moet je eigenlijk zeggen, meets Fuji. Hè? Ik heb in die aflevering afgelopen donderdag ook uitgelegd. Hè, van ik ben al langer van plan om iets met Sashiko te gaan doen. Maar ik was net bezig met nadenken en vast wat voorbereiden voor een serie borduren op ruitjes. Want dat is in feite is dat een hele oude techniek. Toen werd ik geïnspireerd door het kijken naar een video. Toen dacht ik, oh, wat als ik dat nou eens combineer? Want dan hoef ik geen raster te tekenen, want dat heb je al met ruitjes stof. En toen dacht ik, hoe zou het nou uitpakken als je sashiko op ruitjes gaat doen? En dan bedoel ik deze ruitjes. Nou, je hebt dat afgelopen donderdag kunnen zien. Heb je dat nog niet gezien? En heb je daar nou interesse in? Kijk dat dan eventjes, want misschien vind je het leuk om het ook uit te proberen. Want ik leg daarin, geef ik algemene uitleg, ook wie mij geïnspireerd heeft.
Die video zou ik ook zeker even kijken. Nou, onder die video van afgelopen donderdag heb ik ook in de beschrijving heb ik ook een link naar die video gezet die mij geïnspireerd heeft. Dat is een leuk kanaal. Ik zou zeker even kijken. Maar goed, dan leg ik dus uit hè, hoe ik daartoe gekomen ben. Wat de bedoeling is van die serie. Wat ik ga laten zien. En ik moet dat dus voorbereiden. En nou, vandaar dat ik ook eerst ben begonnen met afgelopen donderdag. Met wat algemene informatie en introductie. Zodat we vanaf aankomende donderdag ook echt kunnen starten met het eerste patroonsteekje. Ik ga er een komebukuro van maken. Maar ik laat in de tutorials alleen maar zien hoe je de steken maakt. Die patroontjes borduurt. Want hoe ik een komebukuro heb gemaakt. Het in elkaar zetten ervan en het voeren. Dat heb ik alles laten zien. Dat staat ook in een playlist. Dus als je dat ook wil doen, dan kun je daar ook naar kijken. Maar ik wil het een beetje algemeen houden. Want die patroonsteekjes, die kan je ook gebruiken voor kleedjes. Nou, als je dit wat groter zou maken. Een placemat, theemuts, noem het maar op. En laatst was er ook iemand, een abonnee. Ik ben vergeten wie het was. Oh, ik had het opgeschreven. Want dat vond ik ook een leuk idee. Oh ja, Hanneke Jacobs Verbaarschot. Die reageerde dat ze van een bepaalde techniek was volgens mij. Nou weet ik niet of dat ook dit was of wat anders. Maar die had een theekleedje gemaakt. En ik dacht, oh, ik had dat nog nooit van gehoord. Maar ik dacht, ja, dat is eigenlijk ook leuk. Dat is gewoon ja, een kleedje waar precies een theekop met schoteltje op past. En een potje met suiker of zo. En eventueel een klein theepotje, zo'n eenpersoons theepotje. Dus eigenlijk wat kleiner dan een placemat. Maar ik dacht, dat is ook een leuk idee. Dat kan hier natuurlijk ook mee. Dus ik laat alleen de techniek zien. En hoe jij dat toepast, dat is dan verder natuurlijk aan jou. Maar het moet voorbereid. Want die steken, die bestaan uit meerdere gangen. En ik laat dat natuurlijk wel zien, hè, die gangen per steek, per aflevering. Maar ik ga dat op effen stof laten zien, want dit is niet duidelijk. De helft van de kijkers zal een beetje zeeziek worden als ik hiermee bezig ga. En ik ga dat dus op effen stof laten zien, hoe die steek in zijn werk gaat. En dan aan het eind van elke aflevering laat ik aan de hand van mijn lapje zien hoe dat er dan op die ruitjesstof uitziet. Maar daarvoor moet ik dat wel eerst gemaakt hebben, voordat ik die uitleg kan filmen. Nou, dat kost natuurlijk tijd. Dus ik ben als een gek, ben ik nu allerlei, mijn lapje allerlei beginnetjes alvast aan het rijgen. Zodat ik straks ruim de tijd heb om te laten zien. Ik heb er al een aantal af. De bodem, dit was wat dunner garen. Ik ben overgegaan op wat dikker. Dit vond ik te dun. Dus dat wordt de bodem van mijn komebukuro. En ik heb dus al bijna af. Ik ben nu met mijn vierde lapje bezig. Dus schiet al. Dat is nog niet af. Het is alleen maar de eerste gang per steek. En dan doe ik elke week, maak ik één lapje helemaal af. En dan zorg ik dat die af is voordat ik de techniek laat zien. En daarvoor neem ik dus gewoon een lapje witte katoen. En dat ga ik, daar teken ik dan een rastertje op. En dan laat ik op dat lapje zien hoe de patroonsteek gaat. En toen kreeg ik nog een andere tip van iemand, maar dat vertel ik dan wel in die aflevering. Want ik ben dat woord vergeten. Ja, ik weet echt niet meer hoe het heet. Maar iemand die had bij de Primera, gewoon bij de Primera, een pen. Ik ben het woord kwijt, maar ik zal dat in de eerste aflevering even vertellen. Want ik hoop dat ik er dan ook eentje heb kunnen krijgen. Bij de Primera. En het is eigenlijk gewoon een balpen. Alleen dat verdwijnt als je het strijkt. Dus ja, dat is natuurlijk ideaal. En goed, dat komt wel in die aflevering. En dan, want dan kan ik in ieder geval noemen hoe zo'n ding heet. Want dat is natuurlijk wel handig als je zelf op effenstof wil werken. Wil je ook op ruitjes werken? Ja, dan vertel ik natuurlijk even hoe je dat. Nou ja, dat kun je dan zien hier. Dus daar ben ik heel druk mee. En dat doe ik ook met heel veel plezier.
Ik ben inmiddels ook gestart met mijn vintage project, maar dat laat ik zo meteen zien. In Draadje gaat vintage. Verder ben ik heel veel aan het lezen geweest. Pak weer even mijn lapje erbij. Heel veel aan het lezen geweest in al mijn, nou al mijn, nog lang niet alles, maar in een deel van mijn oude tijdschriften en boeken die ik op het Handwerkfestijn heb gekocht. Nou, de losse handwerkbladen die ik van Margriet en Nea kreeg, ook hele oude uit de jaren 50, die heb ik inmiddels allemaal gelezen. En als ik ze gelezen heb, dan blader ik ze nog even een tweede keer door om even te noteren welke dingen ik eventueel een keer in een vintage project wil doen. Dat noteer ik dan in rubrieken, keurig in een mapje. Dan schrijf ik daar precies bij welk nummer dat staat en op welke bladzijde, zodat ik dat ook makkelijk kan terugvinden. Dus dat heb ik, die heb ik inmiddels verwerkt. En nu ben ik in andere jaargangen aan het lezen. En ik heb een boek gelezen wat ik van de week, wordt dat boek van de week, wat ik jullie wil laten zien. Een heel leuk boek. En ik ga jullie dat dus dinsdag laten zien. Het is al een wat ouder boek, maar het is tweedehands nog wel verkrijgbaar. En ja, dat is een boek waar ik denk ik heel veel plezier van ga hebben, omdat ik al heel veel dingetjes heb gezien waar ik iets mee wil doen. En als ik dat boek bespreek, dan vertel ik ook welke dingen dat zijn, waar ik wat mee wil doen. Dus dat zullen jullie zeker te zijn de tijd ooit eens op mijn kanaal terugzien. Ik had ook wel een paar kanttekeningetjes bij dat boek. Maar goed, dat horen jullie dan dinsdag wel in het boek van de week. Maar die heb ik dus ook gelezen. Ja, ik heb nu wat meer tijd, want ik heb vakantie. Dus ik heb ook wat meer tijd om te lezen. En ja, dat is eigenlijk wel heel fijn. Nou, dus dat. Even kijken hoor, heb ik alles genoemd? Nou, dan het laatst, waar ik dus ook heel druk mee geweest ben. Zoals een aantal van jullie weten, is onze dochter Silke sinds kort woont ze op zichzelf. Een hele leuke studio heeft ze gekregen. En haar kamer is dus over. En die kamer die had een soort van trapkast. En die heb ik nu voor mezelf ingepikt. De kamer zelf hebben we wel wat ideeën over. We zijn er alleen nog niet helemaal uit wat we daar dan precies mee willen. Dus dat komt nog, maar die trapkast, die heb ik alvast in gebruik genomen om alvast wat van mijn spullen, een deel van de zolder, zodat ik niet elke keer helemaal naar zolder hoef, maar ook een deel wat in de kamer stond. En de huiskamer werd eigenlijk een beetje, ja, weet je, dan op een gegeven moment wordt het steeds voller en hier staat wat en daar staat wat. Dus ik heb een aantal dingen uit de huiskamer daarheen verhuisd, zodat het beneden een beetje netjes blijft en ik er toch makkelijk bij kan. En hoe die trapkast, wij noemen het eigenlijk altijd de inloopkast, maar hoe die eruit ziet, dat gaan jullie nu zien. Ik heb het even gefilmd, dat gaan jullie nu zien. Ik ben nog iets vergeten te vertellen, waar ik ook heel druk mee bezig ben geweest, namelijk deze bol. Ik had al van andere repen stof, had ik alles kort gedraaid. Ook een keertje trouwens op mijn spinnenwieltje, daar heb ik een videootje van. En dit is met de hand gedaan en dit lag maar de hele tijd, lagen al die strookjes in dit mandje. En ik was er al mee begonnen en het was nog niet af. En toen heb ik mezelf met mezelf afgesproken. Tijdens de leutjes bij Miranda pak ik iedere keer dit mandje erbij met strookjes. En bij elk leutje draai ik er weer een paar aan mijn bol. Als het leutje is afgelopen, leg ik het weer weg. En dan bij het volgende leutje pak ik het weer opnieuw. En zo kwam het af. Nou is het eindelijk af. Ik weet nog niet wat ik ermee ga doen, want je kan er heel leuke mandjes van maken. Je kunt het aan elkaar naaien, maar je kunt ook aan elkaar haken. Misschien wordt het wel een soort van tutorial of zo. Ik weet het nog niet, maar in ieder geval, hij is klaar om opgeborgen te worden in ieder geval. En er te zijn de tijd wat mee te doen. Maar daar ging best nog wel wat tijd in zitten. Dus hij stond echt vlak voor mijn neus om dat even te laten zien. En nou vergat ik het nog. Dit is dat oude laken wat geverfd, wat ik toen geverfd heb. En aan reepjes gescheurd, deels. Nou, het is een flinke bol, dus daar kan ik wel wat mee.
Nou, dan gaan jullie nu echt het stukje zien van de inloopkast die ik heb ingepikt. Nou, ik zei het al, ik heb de inloopkast ingepikt. Wij noemen dat de inloopkast. En dit is de kamer. Het bed staat er nog, dus de bedoeling dat dat er zijn de tijd ook weggaat. En dat er dan of aan deze wand of aan deze wand een kast komt waar Jasper in ieder geval zijn Lego in kwijt kan. Ja, ik zou het heel fijn vinden om eventueel mijn werktafel met mijn naaimachine er neer te zetten. Maar daar zijn we nog niet helemaal uit. Wat ik in ieder geval heb ingepikt is, ja, hier zit een deur. Is trouwens wel leuk, Miranda was van de week bezig met, jullie zien mij nu filmen als je goed kijkt, een plantenhanger knopen. Nou, ik heb dit gordijn geknoopt. Kijk, want er hoort eigenlijk een deur in, maar dan word je helemaal claustrofobisch. Dit was een trapkast en toen wij hier kwamen wonen, hebben wij hier een wastafel in laten zetten. Zodat Silke de eigen wastafel zou hebben. En ja, dat was op zich wel heel handig. Maar waar het mij om gaat, is wat hier achter zit. En dat laat ik even zien. Dat is dus, kijk, hier loopt de trap naar zolder. En daaronder zijn hier wat ondieper en hier heel diepe planken. En natuurlijk nog ruimte op de grond. En je ziet het al, daar heb ik wat bakken met spulletjes. Mijn elektrische spinnenwieltje. Mijn blendingboard. Daaronder ja, wat verpakkingsmateriaal en zakken. Doosjes voor als ik wat moet versturen. Cadeautasjes, dat soort dingen. Helemaal op de grond een bak met spullen die ik bijna niet gebruik, maar ook niet weg wil doen. Nog een tas met, wat zit daar ook alweer in? Ik heb, oh ja, natuurlijk. Met mijn kleine weefraam en hier links mijn grote weefraam. Met daarbij de tas die ik van Tineke kreeg met mijn, hoe heet het, rieten erin. Maar je ziet het, er is nog best wel ruimte. En ik heb ook door het ruimen wat extra bakken leeg nu. Dus ik kan nog verder met ruimen en sorteren. Want die ruimte komt vast een keertje vol. Nou, hierboven ook nog met cadeaudoosjes, mooie papiertjes enzovoort. Dingetjes die ik ooit, ja, die ik eventueel wil gebruiken om cadeau te geven of mee te sturen met iets of zo, zoiets. Dus, maar het biedt enorm veel ruimte. Dus een paar dingen van zolder zijn hier nu neergezet, maar ook een paar dingen die beneden stonden. Dus onder andere deze bak met verpakkingsmateriaal en mijn e-spinner en mijn blendingboard. Dat stond allemaal beneden en dat is nu de kamer uit, dus dat is heel fijn. En daardoor kon ik een deel van me, ik heb allemaal van deze bakken, die stapelen heel goed, beneden staan. Met mijn lapjes en garen en allerlei andere dingen die ik gebruik. Maar dat werden nogal hoge stapels. Dat was een beetje een raar gezicht. Dus nu heb ik die stapels wat lager gemaakt. En wat overbleef heb ik dus op de plek gezet tussen het bureautje en de boekenkast beneden. En daar zitten dus mijn lapjes in. Dus dan is het een beetje verspreid door de kamer, maar dan oogt het wat minder vol. Dus ik ben ontzettend blij met deze zeer ruime trapkast. En ja, dus die heb ik alvast ingenomen. Nou, ik nog even over dat gordijn, want daar begon ik over, want dat heb ik niet af verteld. Dit is van dat t-shirt stof, van dat hoek spaghetti. Ik kocht dat toen aan een klos. En ik heb daar dus gewoon een gordijn van geknoopt. Dat kan dus ook. Ik zal het even van dichtbij het patroontje laten zien. Het is gewoon zo'n stang. Kijk, hier zie je zo'n dopje. Die kan je gewoon kopen bij de bouwmarkt. Daar zit een veer in. Je trekt hem op maat. En dan klemt hij, dus door die veer klemt hij dan tussen de deurpost. En ik heb daar dus gewoon eerst mijn draden op gemaakt, opgehangen. En toen heb ik de boel geklemd. En zo hangend ben ik gaan knopen. Dat is veel makkelijker. En ik heb alleen maar bovenaan een paar stukken geknoopt. En verder hangt het gewoon los. Dan is die wastafel een beetje aan het zicht onttrokken. Een gordijn is, nou, dan moet je weer een railtje of iets dergelijks. En je wilt het wel een beetje open houden. Dus vandaar dat ik dat destijds zo heb gedaan.
Want nogmaals, een deur, ja, dat maakt het heel opgesloten. Bovendien moet zo'n deur open kunnen. En ja, die kamers die zijn nou niet zo heel erg groot. En dat kost ruimte, dat is gewoon zonde. Dan kan je daar bijvoorbeeld geen kast neerzetten. En dat zou nu, of iets laags, en dat zou nu wel kunnen. Dus zodoende heb ik dat toen gedaan. Maar het biedt wel een hele hoop ruimte. Want in feite heb je nu, wat achter deze hele wand zit, eigenlijk heb je die hele diepte. Een stukje ligt tot hier ongeveer. Heb je dit stuk, heb je nu achter dit wandje, heb ik ter beschikking, zo schuin, om spulletjes op te bergen. Ja, daar ben ik dus ontzettend blij mee. Dat scheelt alweer. Nou, ik ben er in ieder geval heel blij mee. Dat is, ja, het scheelt toch wel weer wat ruimte. Het is wat minder rommelig beneden. En ik kan het ook makkelijk pakken. Dus ja, ik ben er blij mee. Ja, aanwinsten. Er is iets onderweg, maar dat is er nog niet. Ik wil namelijk voor het project, wil ik... Ik heb hier het patroontje wat ik moet gebruiken. Even opgeregen. Maar ik doe dus steeds vierkantjes. Maar hier wil ik ook iets. En dat wil ik in het zwart doen. Maar ik heb, ik werk nu met DMC Perlé nummer 5. Je hebt nummer 8, dat is dun. En nummer 5 is iets dikker. Dat vond ik mooi. En ik dacht, ja, dat heb ik niet in het zwart volgens mij. Dus ik ging boven kijken. Want ik schoot me ineens te binnen dat ik daar ook nog Perlé 5 had in alle kleuren. Maar geen zwart. Dus ik dacht, nou, dan bestel ik even een strengetje. Dus ik bij Quiltshop Leur in Brabant zit dat. Een webwinkel heb ik wat besteld. En toen dacht ik, nou, dan bestel ik meteen zo'n thimble mee. Een soort vingerhoedje, maar dan schuif je hem hier, zodat je hem hier hebt zitten. Want met dat sashiko-werk duwen ze eigenlijk, pakken ze die naald anders beet. En je beweegt eigenlijk met de stof en je naald rust dan hier. En er valt wel wat voor te zeggen voor die techniek. Ik wilde dat uitproberen om het op die manier ook te doen. En ik snapte daardoor wel ook waarom ze dat daar zou doen. Want het stuurt anders, je hebt het anders in je handen. En dat kon wel eens handig zijn. Alleen dan moet je echt hier iets hebben om je dit te beschermen. Nou, zo'n thimble zou ik niet zo los bestellen. Want ja, dan wordt die wel een beetje duur met verzendkosten erbij. Maar omdat ik toch dat garen nodig had, dacht ik van, nou, dan bestel ik dat in één keer. Dus ik had het net besteld. En toen vond ik tussen mijn totaal andere garen, vond ik dit strengetje zwart. Maar goed, er is dus wat onderweg. Ze had niet genoeg meer van dit, maar wel nog andere. Ze belde ook netjes even op. En want ze had gemaild dat ze niet meer genoeg strengetjes in voorraad had. Dat ze het wel had besteld, maar dat het daardoor wat later zou worden verzonden. Dus toen had ik teruggemaild van, nou, dat komt me eigenlijk niet zo goed uit. Want in verband met filmen van tutorials heb ik het eigenlijk wel op korte termijn nodig. Heb je misschien dan, want ik had inmiddels dit. Ik denk, nou, daar kom ik een aardig end mee. En ze had 2 strengetjes in plaats van 3. Ik denk, nou, dat is zeker genoeg. Dus ik vroeg van, goh, heb je anders misschien een strengetje van dit garen? Anders in een andere kleur. Want, want ik had het al betaald namelijk. En als je dan een ander kleurtje meestuurt, dan vind ik blauw bijvoorbeeld wel heel mooi. Dat vind ik ook prima. Nou, toen werd ik 's middags opgebeld van, goh, ik zie je mailtje net. Maar ik heb dat garen verder niet in strengetjes. Alleen in zwart en wit. En ik heb dat garen wel, maar van een ander merk. En dat zijn klosjes. En dat heb ik nog wel in het zwart. Ik zei, nou, dat is ook goed. Dus dat komt dan nu. In plaats van DMC. Met mijn thimble. Dus die hoop ik volgende keer te kunnen laten zien. En ook in de tutorials. Want ik vind het toch wel leuk om te kijken of ik daar handigheid in krijg. Om het ook op die manier te doen. Maar dat is dus nog onderweg. Komen we nu bij Draadje Gaat Vintage. Ik zal nog even het patroontje laten zien. Het komt uit een heel oud boekje wat ik kreeg ook samen met de tijdschriften van Margriet en Nea. Moeder breidt zelf voor baby. Gezien het feit dat er ergens in dat boekje staat van bepaalde garens, dat die zeker op de bon wel verkrijgbaar zijn,
maak ik eruit op dat het rond de oorlog moet zijn geweest, dit boekje. En ik vond daar dit leuke babymutsje. Dat is uit één stuk gebreid. Het is heen en weer gebreid, maar met verkorte toeren waardoor er een bocht in komt. Moest op naald 3. Nou, ik ben daar inmiddels mee begonnen, maar ik heb daar een modern sokkenwolletje voor genomen. Deze. Dit is van Drops. Eva heeft trouwens ook hele mooie sokkenwolletjes. Ook 50 gram bolletjes en die zijn heel betaalbaar. Dus mocht je sokkenwol willen hebben, Eva van JaniceEve.be. De link naar haar webshop staat in de beschrijving onder deze video. Die heeft ook sokkenwol. En ik ben al een aardig eentje. Ik ben nu, ik heb de verkorte toeren heb ik al verkort gebreid. En ik ben dus nu op de terugweg weer steeds een steekje erbij aan het breien. En dan krijg je dus een soort naadje. Wat als je het netjes doet, er heel mooi uitziet. Ik doe het net een beetje anders als in het patroon. Er staat in het patroon hè, steeds een steek laten staan en dan terugbreien. En dan als je weer steken erbij gaat breien, dan brei je die verdraaid recht. Dat doe ik ook. Alleen bij het verkorte toeren brei ik die steek die ik de eerste steek na de steek die ik na het keren, zeg maar, die brei ik niet. Die haal ik af, waardoor je geen gaatjes krijgt. Of in ieder geval hele kleine gaatjes die eigenlijk een mooi patroontje vormen. Dus ik ben al aardig eindje op weg. Het is wel een patroon. Kijk, zo wordt dat dan. Dit is de opzet. Als ik hem zo hou, zo is het hetzelfde als op het plaatje. Dit is de opzet en hier wordt later nog een stukje aangebreid. Dus dit wordt de onderkant. Daar komt dus dat randje met het lintje door. En deze kant, daar moet je, als dit breiwerk klaar is, steken opnemen. En dan brei je een soort omgeslagen randje nog. Dat is wat je hier ziet. Het is een vrij eenvoudig patroontje. Maar er staan wel, je moet een aantal dingen tegelijkertijd in de gaten houden. Je moet die verkorte toeren breien. Je moet dus eerst ook gedeeltelijk boord. Dit is recht en dit is boord. Van twee recht, twee afrecht. En dat moet je 16 toeren hoog doen. Maar je begint ook al met verkorte toeren na een poosje. Dus dan moet je op een gegeven moment moet je dus in de gaten houden wanneer die 16 toeren voorbij zijn. En je moet starten met alleen recht breien. Dus dat is even, het is niet moeilijk, maar je moet dat dus dan niet vergeten. Nou, ik heb daar wel een trucje voor bedacht. Want ik heb gewoon bedacht van, die 16 naalden. Dat betekent dat ik dan tegen de tijd dat ik daar ben, heb ik als het goed is aan weerskanten 8 steken laten staan. Dat kan je zien, hè, doordat er een gaatje zit. Dus als ik nou aan beide kanten 8 steken ongebreid heb staan, dan weet ik dat ik moet stoppen met het boordje. Dat is makkelijk. En op een gegeven moment moet je, je gaat dan door tot je nog in het midden 26 steken hebt. En dan ga je ze er weer bij breien. En daar staat dus ook, heb ik dus ook gekeken van hoeveel steken heb ik dan aan de kanten voordat ik dat moet gaan doen. Het is, ik vind het wel leuk om te breiden, lekker makkelijk weg. Het is ook kleiner, dus het is zo klaar. Ik denk dat ik hem volgende week ook wel af heb, verwacht ik. En ik had het al gezegd, hè. Ik vind het eigenlijk wel leuk om hier ook een tutorial van te maken. Dus ik ga hem nog een keertje breien. Dan doe ik dat wel met effen garen, want dan kan je beter zien wat ik doe. En misschien dat ik dan ook wel voor elk onderdeel eventjes van kleur wissel. Dat ziet er niet uit, maar dan is het wel duidelijk wat ik aan het doen ben. Dus net als, ik heb een boekje over sokken breien. Daar hebben ze elk onderdeel van de sok in een andere kleur gedaan. Zo zou je nooit sokken breien, want het ziet er een beetje raar uit. Maar dat is om aan te geven waar het volgende onderdeel in de beschrijving begint. Dus misschien doe ik dat ook wel, of ik doe hem helemaal even. Maar het is zo leuk, ik vond het zo'n leuk patroontje. Ik dacht, dat is misschien wel, dat vinden meer mensen misschien wel leuk. Het is vrij tijdloos, eigenlijk. Dus, en zeker van een beetje moderne wol, denk ik, is dat misschien best leuk. Dus dat wordt ook een tutorial binnenkort. Ja, en dan nu de tip
van de week. Ik heb er meerdere. Allereerst een hele leuke breisteek. Die ga ik zo laten zien. En vorige week, ik had het even over kinderknutsels. Ik had het nog opgeschreven, hè, dat ik, omdat het nu vakantie is voor je kinderen, of als je je kleinkinderen over de vloer hebt, dat je misschien wat leuke dingetjes kunt doen. Maar toen dacht ik later, ja, ik heb een playlist op dit kanaal, met die heet Simpel en Kort Allerlei. En daar staan ook best wel een aantal dingetjes in die je heel goed ook met kinderen kunt doen. Dus ik dacht van ja, ik ga daar dan niet nog apart ook nog eens naar zoeken. Kom ik nou iets tegen waarvan ik denk dat is leuk, dan laat ik dat wel een keer de tip van de week zien. Maar ik ga er niet speciaal naar zoeken, want ja, ik ben met zoveel dingen bezig. En we gaan binnenkort ook nog op vakantie, dus ik moet een beetje vooruit filmen ook. En dat kost me dan een beetje te veel tijd. Dus mocht ik toevallig ergens tegenaan lopen dat ik denk, oh dat is wel leuk om even tussendoor te doen, dan doe ik dat. Maar anders verwijs ik toch wel graag even naar die playlist. Want er staan misschien ook wel dingen. En misschien in andere playlists ook hoor. Maar dat weet ik niet zeker. Maar zoek gewoon even op mijn kanaal. Vind je vast wel wat leuke, simpele ideetjes. Die je met wat jongere of juist met wat grotere kinderen kunt doen. Nou, en dan heb ik nog een laatste tip. En dat heeft niets met handwerken te maken. Maar het is wel leuk en vooral heel lekker. Ik had van de week een recept van iets van pannenkoekjes. En daar ging kool in. En daar moest ook surimi in. Van die surimi sticks. Die moest je in sliertjes trekken. Dunne sliertjes trekken. Ik wist trouwens helemaal niet dat uit sliertjes bestond. Maar goed, dat is dus zo. En dat moest er dan doorheen. Nou ja, lang verhaal kort. Jasper die zei van de week, joh, ik heb zoiets leuks gezien. Ik wil dat een keer uitproberen met surimi sticks, een snackje. Ik zei, nou, dat komt goed uit. Ik zeg, want voor dat recept heb ik maar de helft nodig van zo'n pakje. Dus er blijft een half pakje over. Dan kunnen we dat van de week wel eens even uitproberen. Nou, dat hebben we gisteravond gedaan. Dat is lekker, joh. Ik ga het vertellen. En dan zometeen zal ik je even de foto laten zien van hoe het eruit ziet. Je neemt dus surimi sticks. En die zitten dus allemaal, lekker duurzaam, apart verpakt in plastic, in rolletjes. En die kun je dus uitrollen. En dat bestaat uit, ja, het is eigenlijk allemaal aan elkaar geplakt. Maar dat bestaat eigenlijk uit hele dunne sliertjes. Die kan je heel dun die sliertjes uit elkaar trekken. Nou, voor dat receptje wat ik nu ga geven, trek je het niet in hele dunne sliertjes, maar in reepjes van ongeveer een centimeter. Trek je dus reepjes uit elkaar, doe je even in een kommetje, in reepjes van een centimeter. Dus je rolt zo'n rolletje open. Je moet even zoeken naar het beginnetje. En dan trek je dat in reepjes van een centimeter. Doe je in een kommetje. Het heeft de neiging om heel erg aan elkaar te plakken. Dus je moet er een beetje, dan doe je er een beetje olie bij. Schep je er even doorheen. Gewoon een lepeltje olie. Dat het niet meer aan elkaar plakt. Een snufje curry en een beetje paprika poeder. Goed mengen. En dan doe je dat ongeveer 10 minuutjes in de airfryer op 170 graden. En dan moet je het regelmatig even omschudden of omscheppen. En dan wordt dat dus krokant. En dat is lekker. Je moet er geen zout aan toevoegen, want wij ontdekten dat het door het bakken wordt het ineens veel hartiger van smaak. En je kan dan eventueel als dipje, kan je een klein beetje sojasaus, kan je dan indippen en opeten. Maar ook zonder de dip is het hartstikke, wij vonden het echt lekker. Het is weer eens totaal wat anders. Gewoon een knabbeltje. Het is heel krokant en bros. En wij zeiden ook van, god, dat is ook leuk. Als je bijvoorbeeld een verjaardag, hè, dat je behalve een bakje met nootjes ook een bakje met dat neerzet. Dat is eigenlijk best leuk. Het is weer eens heel wat anders. Ik voeg even een foto in, die ga je nu zien, van hoe het eruit ziet. Probeer het een keer uit, het is hartstikke lekker. Ziet er lekker uit, toch, joh? Echt het proberen waard. Moet je echt eens doen. Ja, de tip van de week. Een leuke breisteek. En dat ruimt. Ik zag dat in een van die oude handwerkbladen. Het maandblad voor handwerken. Ergens uit de jaren 50. Daar noemden ze het tweetsteek. Was ook bekend als de driekleurige gerstenkorrel. Hartstikke leuke steek. Het is een hele simpele steek. Maar het geeft een heel leuk effect. Omdat je met drie kleuren werkt.
en zo'n oneven aantal kleuren maakt dat die wisseling steeds aan de een of aan de andere kant plaatsvindt. Waar, ja, nou ja, daardoor geeft het een leuk effect. Je zult het wel zien zo. Ik heb gewoon 3 kleurtjes Royal die ik mooi bij elkaar vind passen. En een paar breinaalden. In dit geval heb ik nummer 4 gepakt. Mijn snelbreinaalden met een punt nummer 4. En de rest van de naald is dunner. Heb je groter breiwerk, dan glijdt dat makkelijk langs je naald. Je kan er ook meer steek op kwijt. En ze wegen bijna niks. Voor zo'n klein proeflapje heeft het geen nut. Maar ik vond het gewoon leuk om ze te gebruiken. Ik was daarna op zoek geweest, kon ze nergens vinden. En toen kreeg ik ze zomaar van Tineke. Hartstikke leuk. Ik zet een oneven aantal steken op. Dat hoeft niet per se. We breien gerstenkorrel. En gerstenkorrel is steeds afwisselend. 1 steek recht, 1 steek averecht. En als je keert de volgende naald, dan komen boven elke rechte steek komt een averechte steek. En boven elke averechte steek komt een rechte steek. Nou vind ik het altijd makkelijk, als dat kan bij gerstenkorrel, om een oneven aantal steken op te zetten. Want dan hoef je niet zo vreselijk na te denken. En dan kan je elke naald beginnen met 1 steek recht. Dan zit die vanzelf boven de averechte, gaat het altijd goed. Dus ik zet een oneven aantal steken op. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Ik doe even 17 steken. En nu ga ik dus de eerste naald gerstenkorrel breien. En ik zei het al, dat is 1 steek recht, 1 steek averecht. Dus 1 recht, 1 averecht. Gewoon de hele naald recht. Averecht. Nou, dat is gewoon de steek. Dat verandert ook niet. Dat blijft het hele lapje hetzelfde. Alleen, doordat je met die kleuren speelt en 3 kleuren afwisselt in plaats van 2 of 4, geeft dat een heel leuk effect. En dat vond ik gewoon leuk om jullie dat even te laten zien. Dus je zet steken op en je breidt 1 naald in kleur 1. 1 naald, 1 steek recht, 1 steek averecht. En omdat ik een oneven aantal steken heb, eindigt mijn naald ook met een steek recht. En als ik dan keer, dan is dat aan de andere kant natuurlijk averecht, dus dan kan ik weer met recht beginnen. Je breidt steeds 1 toer per, of 1 naald per kleur. Dus deze draad laat ik hangen en nu pak ik mijn tweede kleur. En ik ga weer gewoon gerstenkorrel breien. Dus 1 recht, 1 averecht. Ik vind het grote voordeel van deze naalden dat ze zo weinig wegen. Doordat ze gewoon voor een deel dunner zijn. Het is ook licht materiaal. Ze breien echt heel fijn. Mijn moeder had er vroeger een stel. Nou, die heb ik dus geërfd. Maar die zijn echt heel erg krom. En 1 paar is ook echt versleten. Die zijn gewoon een beetje stroef van slijtage. Dus ik ben heel blij met deze nieuwe trick snelbreinaalden. Gewoon 1 recht, 1 averecht met kleur 2. Nu pak ik mijn derde kleur, dus in dit geval donkerbruin. En ik brei weer gewoon gerstenkorrel. Dus 1 steek recht, 1 steek averecht. Dat verandert niet. Maar door die kleuren krijg je zo'n leuk effect. Nou,
Dat is eigenlijk alles. En je wisselt elke naald van kleur. En je hebt dus altijd aan de ene kant van je breiwerk twee draden zitten en aan de andere kant één draad. En die kleurwissel, je doet dus steeds dezelfde volgorde. Dus als deze naald uitgebreid is, dan pak ik weer mijn kleur 1. Maar daar hoef je niet zo heel erg bij na te denken, want dan kan je namelijk gewoon zien. Als ik nu mijn werk keer, dan zie je, even mijn bolletjes uit de war halen. Dan zie je twee draden boven elkaar zitten. En ik moet één van die twee draden hebben. Nou, met die donkere heb ik net gebreid. Dus ik moet deze hebben. Dus je pakt altijd, dan heb ik straks hier gebreid. Dan zit deze draad dus na het breien aan de andere kant. En dan is dus mijn gebroken wit de onderste draad. En mijn gele is de bovenste. Dus dan pak je weer de onderste draad. Dus die kleurwissel, je kan steeds kijken, hè? Geel, gebroken wit, bruin, geel, gebroken wit, bruin. Maar dat hoeft niet per se. Je pakt gewoon, als je gaat breien, pak je. Dan heb je altijd, daar waar je moet starten met breien, zitten altijd twee draden. En je pakt de onderste. Zo simpel is het. Dus, nou, de bovenste hou ik even tegen, die hou ik even vast. Pak de onderste draad, dus in dit geval de okergele. En ik brei weer. Gewoon één steek recht, één steek afrecht. Het geeft denk ik het meeste effect, denk ik, als je echt draden neemt van gelijke dikte. Dus ik zou wel hetzelfde soort garen gebruiken. He, dus bijvoorbeeld drie kleurtjes Royal of drie kleurtjes Baby Soft. Of nou ja, net wat je voor handen hebt. Maar dat zou ik wel doen. Hoewel je, ja, je weet het niet. Als je wel verschillende diktes hebt. Maar dan zou ik ervoor kiezen dat je ook echt een heel duidelijk dikteverschil hebt. Dan kan je eens mee experimenteren. Nou, even mijn draadjes. Nu heb ik twee draden boven elkaar zitten. Ik pak de onderste, dat is dus de ecru draad. Nou, en zo ga je dus door. Het is echt niet ingewikkeld. En niet te strak trekken, want dan trek je dus het kantje in elkaar. Maar dat is alles. Dus je begint in een bepaalde volgorde. En daarna, als je met alle drie de kleuren één naald gebreid hebt, dan hoef je daarna steeds alleen maar de onderste van de twee draden te pakken. Dan weet je zeker dat je de goede kleur te pakken hebt. Dus dat valt reuze mee. Is niet heel ingewikkeld. Nou, ik keer mijn werk. Nu zit het donkerbruine onderaan, dus die pak ik dan. Nou, ik ga even buiten beeld een stukje breien. En dan zal ik zo meteen het effect even laten zien. Dus ik ben zo weer terug. Nou, ik heb het lapje ook maar meteen even afgekant. Dan moet je nou kijken wat een leuk effect. Ik vind het echt heel leuk. Nou heb ik dit op 4 gebreid, maar je zou die Royal ook op 4,5. Dat moet je even uitproberen. En als je andere garen hebt, moet je misschien ook weer andere naalden. Maar het is toch hartstikke leuk. En ik snap nu ook waarom het tweetsteek heet. Want het lijkt, het zijn gewoon allemaal, ja, spiekeltjes. Als het iets uitrekt, krijg je nog een beetje wat meer van die veetjes te zien. Maar ik vind het echt heel leuk. Je zou dat ook kunnen doen met drie tinten van één kleur. Dan krijg je waarschijnlijk een heel verfijnd effect. Dat kan ook heel mooi zijn, denk ik. Of bijvoorbeeld met twee effen draadjes en één verloopdraadje. Kan ook heel leuk zijn. Nou ja, ik dacht leuk genoeg om even te laten zien. Ik vond het effect heel grappig.
Dus doe je voordeel mee, zou ik zeggen. Ja, dan rest me alleen nog even aan te kondigen wat er de komende week op mijn kanaal te zien is. Ik had het al een beetje gezegd, hè. Aanstaande dinsdag, 23 juli, boek van de week. En dat is een wat ouder boek uit de jaren 80. Ik kocht dat op het Handwerkfestijn. Streekdrachtmotieven met, ja, zeg maar modernere toepassingen. Die nu ook misschien niet altijd meer even modern zijn. Maar in ieder geval hartstikke leuk. En ik zat het te lezen en er staan best wel veel dingetjes in. Er zijn dus elementen uit die klederdrachten. Hebben ze handwerktechniek uitgehaald. En daar dus een andere toepassing aan gegeven. En er zaten best wel veel dingen in waarvan ik dacht, oh, daar kan ik wel wat mee. Dus ja, ik denk dat het wel de moeite waard is om dat even te kijken. Dus aankomende dinsdag. Donderdag, 25 juli. Sashiko meets Fiji. Deel 2. En dan laat ik de eerste patroonsteek zien. Is een variatie op de rijststeek, volgens mij. Maar goed, dat vertel ik in die video. En dan laat ik je zien hoe je middels verschillende gangen die steek borduurt. En dan, als alles gaat zoals het gaan moet, zaterdag 27 juli, draadje door de week, aflevering 125. Nou, als je het leuk vond, geef even een duimpje omhoog. En nou ja, voor de mensen die inderdaad nu bij de première zijn en mee hebben gekletst, dank je wel voor de gezelligheid, want ik vind het zelf ook heel gezellig. En misschien tot volgende week. In ieder geval voor nu, bedankt voor het kijken en misschien tot de volgende keer. Doeg! Thank you.